Foppe, kunst eens afzien. Ja. We zitten gelukkig aan het eind van dit programma ook, dat scheelt alweer. Maar je hebt nog een verrassing, want je hebt daar is een prachtig koor waar jij vaker mee gezongen hebt. Hoe heet het? De Kromme Knillers Jongens. En die ken je al lang? Ja, die komen bij mij in het dorp. We hebben afgelopen weekend een enorm feest gehad. Hebben ze ook aan meegedaan. En toen ik gebeld werd of gevraagd werd om dit te doen, zei je, maar je zit ook in een shantykoor. Ik zei, ja, dat was zo. Eens. Maar niet meer. Maar goed, ze waren bereid om te komen en dat was wel heel leuk. Ik zou zeggen, want je gaat participeren. Hoe? Ga erbij staan als je wil. Dan ga je keurig dit afkondigen terwijl jij een mooie wandeling maakt naar je shantykoor. En dank je, Foppe, voor je bijdrage. Een goede reis zondag terug naar het vasteland, naar Friesland. Dit was de laatste Opium op Oerol van dit seizoen. Ik hoop dat u genoten heeft. We hebben geprobeerd ook de verbinding hier te vieren. Ook trouwens anders dan Kikizong zelfs met niet-witte mensen die hier aan tafel hun verhaal kwamen vertellen deze week. Geniet van alle theater en alles wat er is op het vasteland. Wij zijn terug in oktober met mijn programma Volle Zalen. En hopelijk volgend jaar weer met Opium op Oerol. Vier de kunsten, dank allemaal. En we gaan genieten van Foppe de Haan en zijn shantykoor. Stay.